Welkom bij de uitgaanstips van Haarlems Bodem. Dit zijn de tips van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni. Ga dat zien, ga dat zien. Deze donderdag Pieter Derks in de stad Schouwburg. En Pieter Derks gaat afrekenen op zijn eigen vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van de dag, met de tijdsgeest en met zichzelf. Met de concurrentie en alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt. Omdat hij dat nou eenmaal het allerleukst vindt om te doen. Peuteren aan wat we vanzelfsprekend vinden. De zaken omdraaien, uitwringen, van alle kanten bekijken en dan op hun plek zetten. Altijd klaar om een paar rake grappen uit te delen. Zijn doel? Jou een vrolijke avond bezorgen. En dat je de dag erna bemerkt dat je toch met een andere bril om je heen kijkt. Deze donderdag Pieter Derks in de stad Schouwburg. Laatste kaarten nu verkrijgbaar. De Wereld Volgens John is een opzwepende mix van stand-up comedy, muziek, video en dans. Jan K., een doodgewone Haagse jongen, vecht voor het vreugdevuur, zijn buurt en zijn waardigheid. Beetje bij beetje wordt de reden onthuld waarom deze Haagse jongen zijn krachten wil meten met een aap en waarom midden in de zomer een illegaal vreugdevuur moest worden gebouwd. Maar tegen een doodzieke vader, deurwaarders en de komst van een luxe resort is het moeilijk opboksen. Dan verschijnt de knappe journaliste Kim in Jans leven. In De Wereld Volgens John neemt talkradio host John je mee in het ongelofelijke, ware verhaal van de held van Duindorp. Deze vrijdag om 7:15 in de stad Schouwburg, De Wereld Volgens John. Intiem, creatief en veelzijdig, dat is Veerplas Festival. Het lokale dancefestival met DJ's, entertainment, foodtrucks en gekkigheid. Na twee zonovergrote uitverkochte edities is het knusse gezellige dancefestival aan Haarlems mooie Veerplas terug. Deze zaterdag geniet je van DJ's, live acts, foodtrucks, entertainment, springkussens, een strand, veel gekkigheid en natuurlijk een heel fijn publiek. Zaterdag 8 juni wordt ook dit jaar iedereen weer lekker in het zonnetje gezet. Deze zaterdag Veerplas Festival, de allerlaatste kaarten nu verkrijgbaar. Of check Ticketswap. Jared Dickinson is een verhalenverteller uit Texas en maakt prachtige Americana, folk en roots. Deze zondag brengt hij zijn verhalen naar het patronaat. De meeste van zijn dagen brengt hij door On The Road en bracht zijn muziek onder andere naar Glastonbury. Ook deelde hij het podium met grootheden als The Waterboys, Bonnie Raitt en Don McLean. Maak je klaar voor deze smoky tone Texan with a smooth line of Americana soul. Je ziet Jared Dickinson deze zondag om 9 uur in patronaat. Dit waren de tips voor deze week. Lekker weekend!